Goedemiddag gemeente, ouderen en het jongeren en in bijzonder onze gasten en familieleden en anderen die deze dienst bijwonen. Nu een aantal broeders aantreden en een aantal broeders aftreden. In deze middagdienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Mulder. Het schriftgedeelte dat we gaan lezen is uit het Oude Testament, Nehemia 5. Het thema is Godvrezend leiderschap. De fysieke collecte is voor de slotzang en die is voor de stichting Hulpdienst in Zicht. De bankcollecte kunt u overmaken op de gebruikelijke wijze. We sluiten straks deze dienst af in de consistorie met gebed. En daarna komen de nieuwe aangetreden broeders en de broeders die afgetreden zijn, komen hier voor de preekstoel staan. En de looproute is vanaf dit gangpad en dan kunt u via dat gangpad en dat gangpad de kerkzaal weer verlaten. We zingen nu met elkaar de schoolpsalm, psalm 47 vers 1. En de kerkraad wenst u een rijk gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen samen de Heere dienen en laten we er ook van gaan zingen met psalm 100. Dient God met blijdschap, geef hem eer.
Hij maakt ons als een volk wat mag zingen van zijn trouw en zijn waarheid. Psalm 100, vers 1 en ook vers 4. Ook vanmiddag belijden we samen ons geloof en vervolgens zingen we uit de morgenzang het derde en ook het vierde vers. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Morgenzang vers 3 en 4 na de geloofsbelijdenis. En belijdt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
zullen we samen in ons gebed tot de Heere gaan. Heere der Heren, Koning der Koningen, wat is het heerlijk om u met elkaar de lof toe te zingen. Wat is het een wonder om te mogen zien dat u doorgaat met uw werk, ook hier in onze gemeente. Als we vandaag afscheid mogen nemen van 8 broeders, als zij uit hun ambt mogen worden ontheven, maar als er 10 weer klaarstaan om het ambt op zich te nemen, om bevestigd te worden. En wij danken u, Heere, dat u ons niet loslaat, dat u daarin laat zien dat u ook in onze Peniel-gemeente wilt werken. Dank u wel dat u zo goed voor ons bent, want in onszelf zijn wij kleine, nietige, zondige mensen. In onszelf hebben wij geen recht op uw werk in onze levens. In onszelf hebben wij geen recht op uw zegen. Maar Heere, daarom komen wij tot de troon van uw genade. Want Heere, we hebben nergens recht op. Maar u wilt toch ook graag geven. U wilt toch ons geven wat u de Heer Jezus Christus heeft laten verdienen. Wilt u ons vanmiddag een gezegende dienst geven? Wilt u door uw geest in onze harten werken, of we nou op de preekstoel staan, achter het orgel zitten, of een speciale taak hebben vanmiddag, of dat we hier gewoon zijn als gemeentelid of gast. Zegen ons, Heere, in de kerk en ook als we deze dienst op afstand mogen meebeleven. Heere, bouwt u uw koninkrijk, dwars door de verkondiging, door de ontheffing, door de bevestiging in het ambt heen. Heere, verblijd ons zo met uw werk in onze levens. En zoals er eeuwen geleden gebouwd mocht worden in de tijd van Nehemia, geef dat wij zo met elkaar mogen bouwen. Vanmiddag en dan weer verder. Heere, we bidden u voor de broeders die mogen terugtreden. We danken u voor de gaven en talenten die u hen gegeven hebt, voor de trouw die ze mochten hebben in hun werkzame, in hun werk voor de gemeente en daarbuiten. We danken u voor hoe ze zo tot zegen mochten zijn. We prijzen uw naam voor wat we daarin mochten opmerken. Geef dus nu ook een periode van wellicht wat meer rust, of er tijd is voor andere dingen. Wilt u ze alstublieft ook zegenen in de toekomst. Wilt u ook genadig wegnemen wat er misschien niet goed was in hun dienst. En geef dat ze zo als dienaren van u ook verder hun weg mogen vinden. Zegent u degene die bevestigd zullen worden. Voor het eerst, of misschien al voor de zoveelste keer. We danken u, Heere, voor de vrijmoedigheid waarmee ze de roep mochten aanvaarden. We danken u dat ze aan de raad mogen worden toegevoegd om zo met elkaar deze gemeente van uw leiding te geven, om pastoraat en diaconaat handen en voeten te geven. Wij danken u daarvoor, Heere, u zegent ons rijk en geef hen een bijzonder ook een goede dienst. Heere, we bidden u zo om uw zegen voor de kerkraad, voor onze predikanten, voor de ouderlingen, voor de diakenen. Heere, er wordt veel meer gedaan dan alleen maar binnen de kerkraad. Dank u voor het werk wat bijvoorbeeld mag gebeuren bij de poster. Zegent u ook dat werk, Heere, geef dat ook zijn voortgang mag hebben. Zegent u het werk wat gedaan wordt door JPW'ers, door jeugdleiders, leiders van verenigingen, met de oppas, de parel en zoveel andere clubs, dingen die praktisch georganiseerd worden, de wijkteams, Heere. We danken u voor al het goede wat u in onze gemeente daarin geeft. Zegent u ons ook. Als we de taken hebben, help ons om te volharden als het soms tegen zit. Geef ons wat nodig is, als we soms wijsheid nodig hebben in bepaalde situaties. Heere, zo zien wij met elkaar op tot u. En we bidden u, Heere, te midden van een wereld vol onrust, te midden van een wereld vol onrecht, ontferm u, Heere. U weet dat we als kerk veel van buitenaf op ons af kunnen krijgen. Ook als gelovigen, Heere, er komt van alles op ons af, vanuit de cultuur, vanuit de tijdgeest, allerlei invloeden. Sommige heel goed, maar ook genoeg wat ons bij u vandaan trekt. Heer, opent u onze ogen daarvoor, want
De boze die zal ons proberen af te leiden vanmiddag. Maar die zal in heel ons leven proberen tegenover elkaar te krijgen. En het geestelijke vuur proberen uit te doven. Geef hem geen ruimte, heren. En opent u onze ogen ook voor dingen waarin we ons te bekeren hebben. Waarin we de duivel geen plaats moeten geven. Heer, wij bidden u of hij ook geen ruimte heeft om van binnenuit onrust te stoken. Bouw uw kerk, heren. Dan denken we vanmiddag ook aan ons kerkverband. Als er gisteren op deze plaats een convent was. Als er vanuit bijna alle CGK's een afvaardiging was om met elkaar na te denken, te bidden, te zingen, te spreken over de dingen die uw koninkrijk aangaan. En heren, dan vragen we u om uw zegen ook over het verslag wat geschreven gaat worden, over het signaal wat uitgaat naar de kerken, maar ook wat uitgaat naar de generale synode. Heren, het zijn in die zin ook spannende tijden. En wij leggen het in uw handen. Want het is uw wereld en wij zijn uw kerk. En we bidden u, leid ons in alle waarheid, opdat uw naam niet gelasterd wordt, maar geëerd en geprezen wordt. Heer onze God, we bidden u vanmiddag ook in het bijzonder voor die mensen die misschien toch ook wel wat verdriet hebben. Omdat hun geliefde vader, man, opa ook mocht dienen in het ambt, maar die nu ontvallen is. Heer, u weet dat, hoe dat leeft. Als dingen misschien verdrietig zijn. Ergens mooi dat de dingen doorgaan in Gods koninkrijk, maar aan de andere kant toch ook zelf een lege plaats ervaren. Heer, wees ook bij de broeders die in het verleden hebben mogen dienen, maar die nu een leeftijd hebben waarbij het toch anders is geworden. Wilt u ook hen zegenen? Heer, zo kijken we op naar u. U weet welke persoonlijke zorgen en moeite er spelen in onze levens, welke vreugde en dank er ook mag zijn. We leggen alles in uw handen, Heer. Werk dan met uw geest. Kneed en vorm ons. En geef dat zo uw kerk gebouwd wordt. Dat u de eer krijgt. Want daar gaat het om, Heer. Want u is het, van u is het koninkrijk. De kracht en de heerlijkheid. Van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er vanmiddag ook zijn. Ik heb een plaatje meegenomen ter introductie op de schriftlezing. En het is een plaatje van een slot. En misschien ben je er wel eens geweest. Het is een plaatje van slot Loevestein. En als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je dat slot. En je ziet eromheen water, direct om het slot heen. En daaromheen weer van die hoge wallen. En daar ook weer water omheen. Je ziet dat het slot gebouwd is, zodat er van buitenaf geen vijanden binnen kunnen komen. Of als ze binnen kunnen komen, dat ze zo lang mogelijk kunnen worden tegengehouden. Zo is dat slot gebouwd om vijanden buiten te houden. Nou, eigenlijk gebeurde dat ook in Nehemia. Vorige keer dat we daarbij stilstonden bij Nehemia 4, dus een poosje geleden bij de doopdienst. Toen zagen we dat terwijl die muren van Jeruzalem gebouwd worden, dat er aanvallen van buitenaf komen, maar gelukkig worden die geweerd. Maar als je als vijand om zo'n slot heen staat, en je kunt er misschien zelf niet naar binnen komen, dan is er natuurlijk één ding wel heel mooi. Als ze nou in dat slot ruzie krijgen met elkaar, tegenover elkaar opkomen staan, en dat daar dan van alles gebeurt, dan hoef je als vijand op afstand maar weinig te doen, want dan gaat het van binnenuit kapot. Nou, dat is de situatie ook in Nehemia 5. De muren worden herbouwd. Dat gaat schouder aan schouder. De aanval van buitenaf in hoofdstuk 4 is afgeslagen. Maar nu dreigt er van binnenuit onrust. En dat gaat het werk misschien wel kapot maken. En daarom treedt Nehemia op. Nou, daar gaan we over lezen. Nehemia 5. We lezen het hoofdstuk in zijn geheel. En als we het hoofdstuk gelezen hebben, dan zingen we met elkaar uit Psalm 75, vers 2 en ook vers 6. Er ontstond een luid geroep van het volk en van de vrouwen tegen hun broeders, de Joden. Er waren er die zeiden:
Onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten we aan graan zien te komen, zodat wij kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden, wij staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven, zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Verder waren er die zeiden, we hebben geld geleend voor de belasting aan de koning, op onze velden en onze wijngaarden. Welnu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, wij staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. Ik zei tegen hen, wij hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten, geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het honderdste deel van het geld en het graan, de nieuwe wijn en olie die u hun leent. Toen zeiden ze, wij zullen het teruggeven en wij zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooien van mijn mantel uit en ik zei, zo moge God, elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En zij prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Overigens, vanaf de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het 20ste jaar tot het 32ste jaar van koning Artaxasta, 12 jaar, hebben ik en mijn broers het brood, bestemd voor de landvoogd, niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk en ze hadden brood en wijn van hen genomen en daarna nog 40 sikkel zilver. Ook heersten hun knechten over het volk. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt. En we hebben geen grondbezit verworven. En al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De Joden en de machthebbers, 150 man. En zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken, die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Wat klaargemaakt werd voor één dag. Voor mij werd klaargemaakt 1 rund, 6 uitgelezen stuks kleinvee en vogels en, met een tussenpoos van 10 dagen, zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood, bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Tot zover.
Na de verkondiging zingen we lied 260, vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. Dat na de verkondiging. Het thema voor de preek is Godvrezend leiderschap. Dat kom je tegen tot twee keer toe. Nehemia die spreekt erover in vers 9. Dan zegt hij tegen de rijken: wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? En ook als hij kijkt naar zichzelf, aan het einde van vers 15. Maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Dus Godvrezend leiderschap. Dan heeft de preek drie punten. Allereerst kijken we naar onrust aanhoren. Vervolgens kijken we naar onrecht aankaarten. En daarna naar ontzag aanwakkeren. Dus Godvrezend leiderschap, onrust aanhoren, onrecht aankaarten, ontzag aanwakkeren. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk en u als u op afstand verbonden bent, en in het bijzonder ook u, broeders die klaarstaan om aan te treden, broeders die klaarstaan om terug te treden en u die nog een poosje door mag en wij met z'n allen. U hoorde net de organist spelen. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen, te zien wie u bent. Want uw woord maakt uw wegen bekend. Samen op weg gaan, dat is ons gebed. En dan gaat het lied nog even verder. Maar u heeft het misschien net ook wel gehoord. En is dat niet iets wat past bij een gemeente van de Heere? Die houding. Als je onder de indruk bent geraakt van Gods genade voor jou, van het wonder van de vergeving, dat je dat dan hebt. En dat je dan misschien vanmiddag toch met een soort weemoed afscheid neemt als kerkraadslid. Misschien ook wel wat opgelucht van tijd voor andere dingen. Maar ook wel omdat je in de kerkraad iets hebt ervaren van dat schouder aan schouder staan. En misschien kijkt u er ook zo wel naar uit. Ja, schouder aan schouder staan. Zo dienen. Zo Gods naam groot maken in het midden van de gemeente. Ja, je kunt er ook tegenop zien natuurlijk. Want ja, wat gaat er op je afkomen? En ik dan? Ja, ik ben toch ook maar een klein, nietig, beperkt, zondig mens. Moet ik nu op bezoek gaan? Moet ik die diaconale taak nou vorm gaan geven? Of misschien zijn het wel vooral de vrouwen en de kinderen die zeggen: nou, ik ben benieuwd hoeveel tijd het gaat kosten. Zijn we papa wat meer kwijt? Ja, je kunt er tegenop zien. Je kunt er naar uitzien. Wat een voorrecht dat ik deze taak mag krijgen. Dat God mij hiertoe roept. Wat geweldig om bezig te mogen zijn met pastoraat, diaconaat en alles wat erbij hoort. Bezig zijn om de kerk te besturen, zodat God de eer krijgt. Samen op weg gaan. Samen bidden. Samen dienen. Misschien zie je er tegenop. Misschien naar uit. Misschien ook wel een stukje weemoed. Of een stukje nuchterheid. Maar dat samen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat was het ook in de tekst die we gelezen hebben. Toen we samen gekeken hebben naar Nehemia 3, dat is al een heel poosje geleden. Toen werd Aafke Brouwer aangesteld als diaconaal opbouwwerker. Dan hebben we die lange lijst gelezen met al die bouwers in Nehemia 3. Al die namen. En dan staat er ook iets moois dat ze aan elkaars hand bouwden. Schouder aan schouder, maar dan echt aan elkaars hand, naast elkaar. Oud en jong, groot en klein, aan elkaars hand. Niet zozeer om elkaar op de vingers te kijken, of om elkaar op de vingers te tikken. Natuurlijk, elkaar corrigeren, dat mag best wel eens. Maar vooral ook om samen het werk van God vorm te geven. En die bouw ging gestaag. Maar in Nehemia 4, ik gaf het net voor de schriftlezing al aan, werd het moeilijk gemaakt. De vijanden rondom, Sanballat, Tobia, ze hoorden ervan. En als ze één ding wilden,
is dat het werk van God, die muur rondom Jeruzalem, dat die niet gebouwd zou worden. En ze gingen spotten. En ze gingen dreigen. Ja, en de angst greep de bouwers aan. Ja, we zijn al op de helft, maar ook nog maar op de helft. Hoe moet dat nu? Maar gelukkig, Nehemia werd geleid door de Heere. En de aanval werd afgeslagen. En nu werken ze. En de ene hand met de troffel en de andere hand met de speer. Aan de ene kant sjouwen ze steen, aan de andere kant hebben ze een zwaard. Het gaat dus niet zo snel, maar toch, samen bouwen ze. Maar als je nu goed luistert, en je hebt dat beeld zo voor je van Jeruzalem, die muur er rondom, die naar de ballingschap weer opgebouwd wordt, dan merk je dat het niet pijs en vrij is. Het is onrust. Vers 1 zegt, er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen. Vrouwen opmerkelijk, dat is de noodhoop blijkbaar, tegen hun broeders de Joden. Wat is de situatie? Nou, het eerste wat je kan zeggen, het is armoede. Economisch is het ontzettend moeilijk in die tijd. Er is honger. Als je vers 2 en 3 op je in laat werken, dan merk je, er is tekort. Tekort aan graan, tekort aan eten. Ja, blijkbaar vielen de oogsten in die tijd tegen. En blijkbaar kan het zo zijn dat je dus samen bezig bent, de schouders eronder zet, aan elkaars handen werkt, en dat je dan niet gelijk maar overvloed krijgt. Dat het ook wel eens moeilijk kan zijn. Er is honger. En niet alleen tekort aan eten, honger dus, maar je leest ook in vers 4 van belastingdruk. Want ja, je hebt de Perzische koning en die vindt het best aardig dat Jeruzalem wordt herbouwd, maar die zegt ook dat moet geld opleveren. Dus de belastingdruk, de last, die drukt zwaar op de mensen. En dat niet alleen. Ja, als je vijanden hebt rondom je, dan kun je ook moeilijk handelen. Dat levert economisch dus ook problemen op. Dat is niet zo makkelijk dus. Ja, en dan natuurlijk ook nog als vierde de herbouw van de tempel, of de herbouw van de muren. Het is natuurlijk best aardig dat je daar je tijd naar uit laat gaan. En geweldig dat God dat zegent, het is zijn werk. Maar ja, als jij die stenen aan het sjouwen bent, wie spit dan jouw moestuin om? En wie zorgt er dan voor jouw wijngaard en je akkers? En als het al zo slecht gaat, als je daar bij die muur bezig bent en je kan niet intussen jezelf verhuren om te werken bij iemand anders en je krijgt geen geld. Armoede, belastingdruk, verhoudingen eromheen, de herbouw van de muur vraagt tijd. Kijk, de rijken, die redden het nogal. Die hebben wel een appeltje voor de dorst. Maar voor het gewone volk wordt het nijpender en nijpender. Wanhopig wordt er gezocht naar oplossingen, want ja, als je je kinderen geen eten kunt geven, nou, denk je even in. Er zit een vader en moeder. Zitten met haar handen in het haar. Wat moeten we nu? Want ja, liever, het koor is op. En wat we morgen moeten eten, ik weet het niet. Dan ga dan maar naar die rijke boer iets verderop. Misschien kunnen we van hem wat lenen. En gelukkig even later komt manlief thuis met een grote zak met koren. Maar ja, het onderpand is wel zijn eigen akkerland en zijn eigen wijngaard. En hij moet straks rente gaan betalen. En iets verderop, daar zien we een boer. Hij heeft maar een klein beetje grond, niet zoveel. En die kleine boer die zegt, ja, slechte oogst dit jaar. Als er een goede oogst was geweest, dan had ik het gered. Maar nu, ja, slechte oogst. Wat moet ik? En hij gaat naar iemand verderop, een landheer, en die zegt, nou, geef mij je boerderij dan maar. Dat neem ik als onderpand. Dan krijg jij ook koren. Ja, hij weet, ik moet straks nog rente betalen. Ja, daar zit nog iemand. Hij zit met zijn handen in het haar, want ja, hij heeft al wel genoeg eten, maar dat is het dan ook. En nu komt de belastingaanslag. Ja, die moet hij wel betalen. En ook hij gaat naar iemand die rijk is en zegt, ja, ik moet belasting betalen. Kun je alsjeblieft helpen? Nou, die wil wel helpen, maar ja, wel een hypotheek op zijn huis. En zo gaat dat door. En rente, 10% is niks. De rentepercentages zijn hoog.
En ja, die moet je wel een keer betalen. Je leent, je moet het een keer terugbetalen. Ja, dan zien we een gezin en die kunnen niet betalen. Ja, een half jaar geleden, toen had je geen eten meer. Ja, toen hebben ze koren gekregen. Ja, dat was voor het onderpand van hun land. En 3 maanden geleden moesten ze de belasting betalen. Dat hebben ze gedaan met het onderpand van hun huis. En nu is er geen eten meer. En geen geld. Ja, liefde, dat moeten we nu. Ja, ik zie maar 1 optie. Onze 3 jongens. Ja, laten we dan hen maar verkopen als slaaf. En zo gaan papa en mama met hun 3 jongens. Ga maar. Lieverd, we houden heel veel van jullie, maar we hebben geen eten voor jullie. Als jullie nu verkopen, dan heb je tenminste nog eten en drinken. Moet maar. En zo gebeurt het. Het is toch aangrijpend. Dat je als ouders, om zelf te overleven, moet betalen met het leven van je kind. Aangrijpend. En zo raken er heel wat mensen van alles kwijt. Hun land, hun weilanden, hun akkers, hun wijngaarden, hun huizen, hun kinderen. Wat een ellende. Schokkend, vind je niet? Ben je met elkaar bezig bij Jeruzalem? Met Gods zaak. Je inzetten voor hem. De aanval is afgeslagen. De vijand komt niet binnen. Maar dan van binnenuit. Dan gebeurt er iets van binnenuit dat van geen kant klopt. Deugt gewoon niet. Rijken worden rijker. Armen steeds armer. Ja, en dan wel samen bouwen aan die ene muur. Ja, kun je een beetje indenken dat dat toch wel schuurt. Stel je voor, hè, dat je daar staat te sjouwen op die ene steen en je kijkt opzij. En dan bouw je aan de hand van die ene man. Ja, die heeft jou geld gegeven voor de belasting ten koste van jouw landerijen. Die heeft jou koren gegeven ten koste van jouw huis. Maar die heeft nu ook 3 weken geleden jouw kinderen als slaven genomen, zodat je toch weer eten hebt. En dan wel samen vroom bouwen aan datzelfde stukje muur. Schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen te dienen, te zien wie u bent. Ja, je kunt je toch voorstellen dat dat schuurt, dat dat iets van boosheid oproept. En die bewoners roepen het uit. Zeker de vrouwen. En de mannen waren misschien wat meer aan het werk. Die vrouwen, ze schreeuwen het uit van nood, van zorg, van pijn. Wat is dit? En ja, is er iets nieuws onder de zon? Moeten we eigenlijk ook niet gewoon van de wereld waarin wij nu leven hetzelfde zeggen? Daar waar wij kerk proberen te zijn, waar je samen God mag dienen, dat je dan de wereld kijkt, dat je naar de mensen kijkt, naar de kerk kijkt, naar jezelf kijkt en denkt, alles behalve volmaakt. Wat is een hoop ongelijkheid. En wat kan er, terwijl we samen bouwen aan hetzelfde stukje van God, er toch onderhuids ergens een pijn liggen. Ja, en dan ambtsdrager zijn. Ambtsdrager worden, blijven, afscheid nemen, Godvrezend leiderschap laten zien. Hoe dan? Kan toch ingewikkeld zijn? En ja, dan is het mooi om zo met elkaar in een volle kerk uit volle borst te zingen. In alle vrijheid het woord te openen. Ja, samen bouwen. Maar wat als er ondertussen tussen u en iemand anders dingen gebeuren die niet kloppen? Wat als er misschien iemand is die in deze kerk of in een andere kerk hardop meezingt, maar intussen gebeuren er dingen waarvan jij denkt, hoe kan dat nou? Hoe bestaat dat nou in Gods kerk? We moeten toch zorgen dat we schouder aan schouder blijven staan, dat die vijand buiten houden. Maar toch, ja, en dan kan het in de kerk gaan over Gods genade voor zondaren, over het heerlijke werk van de Heer Jezus, over het krachtige werk van de geest. Maar intussen dat er door geld, door meningen die sterk worden over details, of door zakelijke conflicten die de kerk worden ingetrokken, door gezinsproblemen die het koninkrijk van God binnenkomen, dat er van alles gaat zitten etteren. Pijnlijk die verscheurdheid. Anti-reclame. Misschien zit er hier vanmiddag wel iemand.
Nou, als dat volk van God zo is, dan? Als de kerk nou zo is, als hij nou zo omgaat met zijn klanten, met zijn personeel, zo omgaat in een geschil, zo omgaat met mensen, nou dan hoef ik die God ook niet. En besef dan, zo wil God het ook niet. Dat is zonde. God wil dat niet in zijn gemeente. God wil dat niet in zijn schepping. En misschien is het vanmiddag dan, als je eerlijk naar binnen kijkt, misschien ook wel beschamend. Omdat je misschien wel verkeerd bent omgegaan met iemand. Dat je je hand in je eigen boezem moet steken. Dat je eigenlijk moet zeggen, ik heb het niet goed gedaan. En dat je van binnenuit bezig bent om Gods koninkrijk eigenlijk kapot te maken. Misschien herkent u zich vanmiddag vooral wel in die groep die roept. Nee, misschien doet u het dan niet hardop. Maar dat u moeite heeft om de eindjes bij elkaar te knopen. Dat u voor uw gevoel onderdrukt wordt. Dat het voor u moeilijk is in het leven. En ergens het water stijgt u tot boven de lippen. Help, denkt u maar. Gemeente, broeders en zusters. We hebben een diaconie. En de diaconie die vraagt geen rente, zeker geen woekerrente. De diaconie gaat op een goede manier om met uw gegevens. Zal uw kinderen niet wegnemen. En ik snap dat er soms schaamte kan zijn. Maar als het nodig is, als het niet lukt, dan zijn we er ook als gemeente om elkaar te helpen. Daar is ook de diaconie voor. Vraag gerust hulp. Echt. En ja, dan kan het ook ingewikkeld zijn als je ambtsdrager bent en je gaat je wijk in en je komt mensen tegen en je hoort dit soort verhalen. Ja, dan kunnen we in de consistorie tegen elkaar zeggen, broeders, schouder aan schouder, maar dan zit je op bezoek. En hoe ga je er daar dan mee om? Dan is het goed om het aan te horen, maar is het ook goed om dingen ergens aan te kaarten, om iets te doen. Kijk, Nehemia die was waarschijnlijk best wel rijk, die had waarschijnlijk wel wat geld. Anders had hij niet zoveel kunnen geven qua eten aan zoveel mensen. Maar als hij nou ervoor had gekozen om te zeggen, oké, armen, ik geef jullie geld, zodat jullie je kinderen kunnen vrijkopen. Ja, dan had hij daarmee die armen voor dat moment geholpen. Maar had hij eigenlijk het onrecht wat er plaatsvindt bevestigd. In dit geval is het nodig dat het onrecht wordt aangekaart en wordt aangepakt. En dan zijn we het tweede punt van de preek. Want Nehemia, die hoort het, die laat even op zich inwerken. En dan zegt vers 6, ik ontstak in hevige woede toen ik het geroep en deze dingen hoorde. Nehemia die toch getekend wordt als een wijs iemand, een rustig, weloverwogen, tactisch persoon. Godvrezend in alle dingen. Die wordt woedend. Zoals Mozes eens woedend werd toen hij dat gouden kalf zag staan. Zoals de Heer Jezus eens woedend werd toen hij zag dat de tempel van zijn vader gebruikt werd als een rovershol. Zo wordt Nehemia woedend. De ene Jood die tegen de andere Jood opstaat. De ene van het volk van God die de andere van het volk van God uitbijt. Die zich verrijkt ten koste van die ander. Afschuwelijk. Woedend is Nehemia. Want hij beseft, dit is levensgevaarlijk. Die vijanden buiten de poort, die hebben Nehemia 4 geprobeerd met spot en met dreiging. En het leek ook om met daden, maar gelukkig is dat afgewend, om van buitenaf Gods werk kapot te maken. Wat denk je dat met die vijand doet? Als zij horen dat het binnen onderling zo gaat. Ja, Sambalat, Tobia en Gesem met hun volksgenoten denken, yes. En zou de duivel in onze tijd dan ook niet denken van, oh yes. Dat conflict in dat gezin in de kerk, yes. Die problemen, die zakelijke problemen die de kerk inkomen, heerlijk. En dat de duivel zo op een afstandje ons als kerk in Nederland observeert en ziet, denkt, oh ja. Laat maar gebeuren. Oh, dan hoef ik niet eens wat te doen. Ze maken elkaar van binnenuit wel kapot.
is afschuwelijk, levensgevaarlijk. En als je er goed naar kijkt, is dit een repeterend geestelijk probleem. Want in de woede van Nehemia klinkt volgens mij de woede van God door. Dat jullie het aan jezelf toerekenen ten koste van anderen. Want je moet even beseffen, het volk is dus bevrijd uit ballingschap. Ze zijn teruggekomen. Een nieuwe start, God geeft het ze. Maar wat was de reden dat dat volk in ballingschap is gegaan? Precies wat hier gebeurt. Geldzucht. In de kerk gaat het regelmatig over zonde. Vaak over de bekende zonde, hè? Zonde van het zevende gebod, over seks. Maar geld komt in de Bijbel vaker voor als een probleem. En als je dan een gedeelte erbij pakt van voor de ballingschap, dan lees je dat. Jesaja 1 bijvoorbeeld. Als je erbij pakt, Jesaja 1 vanaf vers 15, dan zegt de Heer dus via Jesaja tegen zijn volk: en wanneer u uw handen uitspreidt, om te bidden dus, zegt God, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister ik niet. Waarom doet God dat niet? Omdat hun hart er niet bij is? Omdat het niet uit volle borst gezongen wordt? Nee. De Heere zegt daar, uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u. Doe uw slechte daden van voor mijn ogen weg. Hou op met kwaad te doen. Leer goed te doen. Zoek het recht. Heere God, wat bedoelt u dan? Help de verdrukte, staat er. Niet onderdruk ze, help de verdrukte. Doe de wees recht. Laat ze niet aan een lot over. Bepleit de rechtszaak van de weduwe. Dan moet je voorop komen. Daar ging het dus blijkbaar mis. Een van de redenen, misschien de hoofdreden waarom het volk in ballingschap ging, is hetzelfde probleem. Ja, als je intussen Jesaja 1 erbij gepakt hebt, of je hebt die tekst scherp, dan weet je dat ik intussen aangekomen ben bij vers 18. En dan klinkt dat machtige evangelie. Kom nu. Laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ja, er is genade. Ook als je hier zit en je moet zeggen, dit gaat over mij. De Heer wil het vergeven. De Heer wil genadig zijn, nog steeds. Maar dat klonk voor de ballingschap en ze hebben zich niet bekeerd en de ballingschap kwam. En nu is God genadig geweest en ze zijn teruggekomen. En Nehemia, die mocht door de Heer geleid en ze bouwen samen. En dan weer hetzelfde liedje. Een repeterend geestelijk probleem. Afschuwelijk, levensbedreigend. Ja, broeders en zusters, we gaan nog eens even goed naar binnen kijken vanmiddag. We hebben zo ook onze bankrekening. Misschien onze cryptomunten. Misschien onze aandelen. Ons bedrijf, ons geld. Het repeterende probleem van Nehemia 5 heeft te maken daarmee. De problemen die er kunnen zijn in onze levens, hebben die misschien daar ook mee te maken. Het is goed om in een spiegel te kijken. Soms gaat het ook mis, hè, rond een erfenis bijvoorbeeld. Kijk, je komt het hier tegen voor de ballingschap, na de ballingschap, maar ook in de tijd van de Heer Jezus en in de tijd van Paulus. Want er was op een gegeven moment iemand in de tijd van de Heer Jezus die naar hem toe komt en die zegt: meester, zeg tegen mijn broer dat hij mij mijn deel van de erfenis moet geven. Oké, dus er komt iemand, die krijgt blijkbaar niet van de erfenis wat hij had gedacht en verwacht. En dan zegt de Heer Jezus, zorg dat ik het krijg. Wat zegt de Heer Jezus dan? De Heer Jezus is toch eerlijk, rechtvaardig, zegt hij dan, dat moet gebeuren. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Hij zegt tegen die man, kijk uit voor de hebzucht. Waarom zegt de Heer Jezus dat nou? En direct erachteraan vertelt de Heer Jezus van die rijke dwaas, die heel veel heeft, grote schuren, maar die uiteindelijk sterft. Rijk in bezit, maar niet rijk in geven. Rijk in spullen, maar niet in God. Ja, dan de tijd van Paulus.
Paulus schrijft aan Timotheus in 1 Timotheus 6. In Efeze werkt hij, een rijke stad. Timotheus, jij mens van God, ontvlucht deze dingen. Anders grijpt het je, geld en goed. Ontvlucht het, want jij bent een mens van God. En hij schrijft ook, Timotheus, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Zeker, als rijke mag je genieten. Ook om goed te doen, om rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Broeders en zusters, het is een geestelijk repeterend patroon. Nehemia is woedend. God is boos. En nu naar ons. Hoe is het bij ons? Het is toch niet zo dat er hier iemand in de kerk zit die hard meezingt, maar die als het gaat over een erfenis, als het gaat over geld, dat hij zo op zijn strepen staat, dat hij daarmee misschien volgens de letter het nog wel goed doet ook. Precies zoals anderen doen. Maar die ongeestelijk bezig is. Eigenlijk gewoon hebzuchtig is. Ja, wat als je ermee te maken hebt? Wat als je lastige situaties krijgt in je ambtswerk? Nou, Nehemia die is woedend. Wat ik mooi vind bij hem is dat boosheid er niet voor zorgt dat hij onbezonnen wordt. Boosheid en bezonnenheid moeten blijkbaar hand in hand gaan. En je merkt in dit gedeelte dat hij die edele aan wil spreken, aan wil pakken. En dat doet hij ook. Hij spreekt ze eerst alleen aan en vervolgens belegt hij een grote vergadering. En dan zegt hij het ze ronduit in vers 9. Wat u doet, is niet goed. Waarom niet? Het is toch ons geld? En als we ze niet helpen, dat is toch helemaal een probleem? Wat u doet, is niet goed. Moet u niet wandelen in de vreze van God? Kijk, soms kun je ook in je ambtswerk, soms kun je ook in situaties met mensen heel sterk die horizontale conflicten of situaties tegenkomen. En wat doet Nehemia? Die gaat een spade dieper. U vreest God toch? U vreest Hem toch? Moet u niet wandelen in de vreze van Hem? In Zijn geboden, naar Zijn hart. Ja, het is waar dat er slavernij mocht. Als iemand totaal niks meer had, dan was er de mogelijkheid dat je jezelf en al je spullen verkocht aan een landheer. En dan duurde dat 6 jaar. En na die 6 jaar kon je zonder schulden en met wat spullen kon je opnieuw beginnen. Dat was tijdelijk, het was puur zeg maar een wet ter bescherming. Maar nooit op de manier zoals het hier gebeurt. Nehemia gaat een spade dieper. Is dat hoe wij ambtsdrager zijn? Hoe wij Jezus volgen? Is dat echt de vreze van God? Kijk, Nehemia die zegt er nog iets bij. Die zegt ook, wij hebben Joden proberen vrij te kopen van de heidenen. En wat jullie nu doen, zijn eigenlijk ze weer slavernij aan het brengen. Jullie zijn eigenlijk net als de heidenen. Jullie zijn als de vijanden. Ja, als geldzucht, als een gebrek aan naastenliefde de kerk binnenkomt. Als geld problemen veroorzaakt tussen broeders en zusters. Als er niet omgezien wordt naar die ander, maar alleen naar je eigen. Dan is dat verschrikkelijk. Waarom? Omdat de kerk toch juist de plek is waar je vrij wordt. Vrij van schuld, vrij van zonde, vrij van de slavernij van geld, van de macht van alles. En als wij dan vrij zijn en die vrijheid in Christus met ons hart mogen beleven, is dat dan ook niet iets wat door mag werken? Het is toch niet zo dat er vanmiddag iemand is die een blokkade opwerpt voor een ander? Misschien moet je je hoofd buigen en doen wat de edelen doen. Wat doen ze? Ze zwijgen.
Misschien moeten wij ook maar zwijgen. Maar laat in ieder geval vanuit dit punt het ontzag voor de Heere alstublieft aanwakkeren. Dan zijn we bij het derde. We zagen dus dat onrust aanhoren, het onrecht aankaarten, aanpakken en nu het ontzag, eigenlijk waar het net al even over ging, dat aanwakkeren. Nehemia die wil het volk rijk in arm op dat punt bereiken. Hij gaat dus een spade dieper. Hij laat zien hoe hij het goede voorbeeld gaf en hoe hij het goede voorbeeld geeft. Hij wijst op de vrezen van God. De vrezen des Heren. Met eerbied en ontzag. Met hem leven door wie je door genade een relatie hebt gekregen. Nou, die nou alles voor je overgehad heeft. Als dat niet de basis is van ons spreken, van ons handelen, van ons ambtsdragen, zijn missen we de kern. Want waar val je dan op terug? Dan is het vanmiddag zaak dat we weer zien op die God. Die ons als schuldige mensen, die zo makkelijk repeteren ook in onze boezemzonden, dat we naar hem toe gaan. Dat we met lege handen bij hem komen. En als je dan zo bij hem komt en zegt, Heer, wat ben ik eigenlijk maar een klein mensje. Moet ik u dienen? Ik ben net zo slecht als anderen. Maar als je dan zo bij hem komt en zegt, Heer, ik leg alles bij u neer. Mijn ambtelijke zonde, mijn persoonlijke boezemzonde, mijn gekwetsbaarheid. Dan wil de Heer dat nou vergeven. Het bloed van Jezus Christus, God zou reinigt van alle zonde. Kijk, en als je nou vanuit dat perspectief ambtsdrager bent, dan ga je zien dat die genade van God, zoals het kruis een balk naar boven heeft, verticaal, maar ook een horizontale. Want dan kom je op hetzelfde niveau. Dan mag je in contacten met ouderen en jongeren, dan mogen we in onze gemeente zijn, op dat niveau komen. Zondaren die leven van Gods genade. Heerlijk toch? Als je elkaar daar vindt. En als je vanuit dat perspectief jezelf bekeert. Dat je iemand mag bemoedigen. Dat je schouder aan schouder mag staan. Samen te dienen, samen te bidden, samen te zoeken wat u voor ons wil. Echt aan elkaars hand. Samen bouwen. Ja, dan vind ik het mooi om in vers 13 te lezen dat de hele gemeente, rijk is ook en arm, groot en klein, zei amen. En zij prezen de Heere. En het volk handelde dienovereenkomstig. Amen zeggen, amen doen en dan God prijzen. En dan vind ik het ergens wel mooi, want in hoofdstuk 3 had je dat ook, hè? De schaapspoort aan het begin en aan het eind. Hier lees je in vers 1 heel nadrukkelijk dat er geroepen wordt tegen de Joden. Het volk van God met de opdracht om God te eren. Tegen de Joden was er een aanklacht. En als het dan recht gezet wordt, staat er in vers 14 dat zij God prijzen. Dan zijn ze weer op het niveau waar ze moeten komen. Op dat niveau dat je dingen recht zet. Ook met elkaar. En valt u het dan ook op in vers 13, hoe God hier omschreven wordt? Er staat Heere, met allemaal hoofdletters. Dat is Yahweh. Dat is de God van het verbond. Nehemia gebruikt dat niet zo vaak in zijn boek. Maar daar waar onrecht wordt aangepakt, daar waar je samen op dat niveau komt van Heer, wij willen volgens uw hart leven. Daar staat er weer Heere. Alsof er iets in zit van, ja, daar zie je hoe God zich verbindt aan de mensen en de mensen zich aan God. Geweldig toch? En Nehemia die gaat dus graag een spade dieper. Samen voor Gods aangezicht. En dan lees je ook dat hij het goede voorbeeld gaf. Verleden tijd dus. Want vanaf vers 14 dan kijkt hij soort even terug in zijn eigen hart. En laat hij ons meekijken. En zegt hij, ja, ik had belasting kunnen innen, maar ik deed het niet. Ik had eten voor mezelf kunnen vragen, had gemogen, ik deed het niet. Ik had kunnen heersen over het volk, dat deden anderen ook, ik deed het niet. Waarom niet? Waarom niet heersen? Waarom niet op je strepen staan? Nehemia, je hebt toch zoveel verantwoordelijkheden. Je mag toch ook een beloning verwachten? Vers 15. Maar zo heb ik niet gehandeld.
omdat ik God vreesde. Kijk, hoe had het geweest als Nehemia dat wel gedaan had? Nehemia die had die insteek al toen die onrust van binnenuit er niet was. Maar omdat hij die insteek al had, kwam zijn woord des te meer over toen het een keer tegenviel. Dat was voor hem de basis. Nehemia, hij had oog voor God. En ook oog voor de mensen, want hij zegt in vers 18, ik eiste niet, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Hij ziet de mensen. Ja, een ambtsdrager heeft oog voor God en voor de mensen. Zo deed hij dat. En dan geeft hij hier ook het goede voorbeeld. Want als je vers 10 eens goed op je in laat werken, dan merk je dat hij een beetje een dialoog aangaat. Hij zegt daar, leen ook ik, mijn broers en mijn knechten, geld en graan aan hen tegen rente? Hij gaat naast die rijken en edelen zitten. En blijkbaar leent hij ook dingen uit. Hij heeft ook geld en koren uitgeleend. En hij gaat naast ze zitten. Hij zegt, we hebben dat samen gedaan. Ja, ik dan niet met rente. Ik niet om er rijker van te worden. Maar we zitten hier samen naast elkaar. Het volk heeft schulden bij ons. Kunnen we misschien niet in deze situatie ook allemaal hetzelfde doen? Het ze allemaal kwijtschelden? En dat gebeurt. Mijn broeders en zusters, is dat ook niet wat we als ambtsdrager mogen doen? Dat je aan de ene kant soms eerlijk dingen soms moet aanwijzen en zeggen, op diaconaal vlak, pastoraal, in de dienen van God, dat je soms in alle wijsheid en tact een goede vraag kan stellen of de vinger mag leggen op de zere plek. Maar als dat dan ook mag, vanuit het perspectief dat je naast iemand gaat zitten, kijk, dat is mooi. Dan zit je samen op hetzelfde niveau als ambtsdrager die ook leeft van genade. En ja, dan wordt het ook echt een jubeljaar. Want alles wordt vrijgescholden. Al die schulden die toch best serieus zijn, die worden kwijtgescholden. En wat kost dat die mensen? Ja, wat kost dat Nehemia? Maar toch klinkt het onder dat volk. De schuld die er was, weg. De schuld die open stond, kwijtgescholden. En wat is er nog heerlijker dan dat? Dat is toch dat wij een God mogen dienen, die in de Heer Jezus zegt, ieder die in mij gelooft, uw schuld bij mij is weg, is kwijt. Stel je voor, je bent op bezoek en iemand belijdt zijn schuld bij de Heer, dat je dan mag zeggen, de Heer heeft uw zonde vergeven. Is dat niet bevrijdend? En zitten we dan niet met elkaar als gemeente in zijn geheel op dat niveau leven van de vrijspraak van de schuld van ons voor God? Op gelijk niveau, met lege handen. Wat een wonder toch? Nee, dan moeten we niet op elkaar neerkijken. En als je dan vanmiddag toch het gevoel hebt dat er op je neergekeken wordt, omdat mensen je soms onrecht aandoen, omdat die ambtsdragers ook maar gewoon mensen zijn, en die misschien de vinger op de verkeerde plek leggen, en misschien niet goed naast jou zijn gaan zitten. Je ambtsdragers kunnen tegenvallen. Medebouwers zijn niet volmaakt. Maar daarom zitten we ook naast elkaar. En kijken we naar hem. Die grote bouwmeester, die nooit tegenvalt. Die grote bouwmeester die zijn zonen voor over had. Hem, naar hem kijken we. Hij kent alle bouwers. Hij kent ons. Hij ziet wie onderdrukt. Hij ziet wie onderdrukt wordt. Zullen we op hem blijven zien. En ja, Nehemia die maakt het in dit gedeelte heel stevig. Hij schudt de plooi, zeg maar zijn broekzak schudt hij uit. Leeg. Alles gaat eruit. Nou, zo moet alle schuld weggedaan worden. Als dat niet gebeurt, zo zal God je uitscheuren. En het hele volk zegt amen. En ze doen. Amen. Kijk, dat zijn twee dingen die bij elkaar horen. Amen zeggen. Amen doen. Dat is belangrijk. In Godvrezend leiderschap. Bij het bouwen in Gods koninkrijk. Onrust mag je dan aanhoren. Onrecht aanwakkeren. Aankaarten en aanpakken. En ontzag voor de Heere.
Dat mag je dan aanwakkeren. Want er is toch niks beters dan die God te dienen. Tot slot. Begon de preek met dat lied. Heer, wat een voorrecht. Om in liefde te gaan. Schouder aan schouder in wijngaard te staan. Misschien wel een beetje met weemoed vanmiddag. Afscheid nemen. Misschien ook nuchter. Dat het goed is om dingen door te geven. Misschien met vreugde vanmiddag. Om te mogen gaan dienen. Opnieuw of voor het eerst. Misschien fijn om verder te mogen. Hoe het ook is. Je zult jezelf tegenkomen. En neem dan dat allerlaatste vers van onze schriftlezing maar over. Vers 19. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede. Om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Als je ambtsdrager mag zijn of mag terugtreden. Ouderling, diaken. Dat we dan die houding hebben. Heere, denk toch aan mij. Dat ik het goede zal doen. Denk toch aan mij, zodat het goede van u zichtbaar wordt door mij heen. Denk toch aan mij, zodat het goede van u zichtbaar wordt in deze gemeente. Denk toch aan mij, zodat het goede van u ervoor zorgt dat externe spanningen niet binnenkomen. Dat interne spanningen weggehaald worden. Ja, God maakt ons dienstbaar aan zijn werk. Roept ons tot taken in zijn kerk. Als ambtsdrager en ook als gewoon gemeentelid. Amen.
Voordat we overgaan tot de bevestiging van de nieuwe ambtsdragers, wil ik eerst het woord richten tot degene die vandaag mogen aftreden. Mag ik u vragen om op te staan van uw plaatsen? Zoals u wellicht vanuit de gemeente ook kan zien, broeder Te Brake is door ziekte is voor hem niet mogelijk om erbij te zijn, maar hij zal ongetwijfeld ook digitaal dit meemaken. Geachte broeders, vandaag treedt u terug uit de kerkraad. Komt er een einde aan uw ambtsperiode waarin u zich mocht inzetten van dit deel van Gods wijngaard. U heeft dat mogen doen met de gaven en mogelijkheden die God u hiervoor gegeven heeft. In de afgelopen 4 of soms zelfs 5 jaar heeft u mogen dienen in deze gemeente van de Heren. U mocht u ook inzetten om de gemeente te leiden in de periode dat er corona was, vanaf maart 2020. Schouder aan schouder staat u nu, maar zo mocht u ook dienen in onze raad. De Heer heeft u gezegend met kracht en wijsheid. We zijn als raad en gemeente u dankbaar dat u op die manier de Heren heeft willen dienen. Heer broeder Bonen, broeder Bouw, u mocht dienen als diakenen. Hartelijk dank voor het vormgeven van de diaconale roeping van onze gemeente. Naar binnen en naar buiten toe. Daar mocht u trouw diaconale handreiking doen. En de broeders Bor, Brouwer, Te Brake, Van Leeuwen, Pastor Kamp en Sok. Jullie mochten dienen als ouderlingen. Om zo het pastoraat en het opzicht over de gemeente vorm te geven. Met elkaar mochten we leiding geven over de gemeente. Broeder Brouwer, broeder Sok, mocht ook deelnemen in het moderamen. En nu broeder Van Leeuwen, je had de bijzondere taak als evangelisatie-ouderling. Dat de meeste ouderlingen vooral gericht zijn op het werk binnen de gemeente, was je vooral ook gericht op het werk buiten de gemeente. Bijzonder betrokken bij het werk van de poster. En broeder Pastekamp, je mocht zich inzetten voor de jeugd van de gemeente. Bijzonder ook met het oog op het jeugdpastoraat. We danken jullie broeders voor jullie inzet en zijn dankbaar voor de gaven die jullie gegeven, de Heer die jullie gegeven heeft. We zijn ook de vrouwen en jullie gezinnen dankbaar voor de tijd die ze jullie hebben afgestaan. Bovenal gaat onze dank uit naar Hem, de Vader der barmhartigheden, die het gebed dat bij uw bevestiging gebeden werd, heeft willen verhoren. Hij heeft zijn genade aan jullie willen schenken, dat u in uw arbeid getrouw mocht voortgaan. En hij heeft zijn zegen willen verbinden aan jullie ambtswerk. De kerkenraad ontheft jullie vanmiddag in aanwezigheid van de gemeente, van uw ambt als ouderling en als diaken. En u beëindigt op deze dag een periode van dienstwerk in deze gemeente van de Heer Jezus Christus. In dank aan Hem, die de koning van de kerk is en u de krachten en bekwaamheden gegeven heeft om daar nu opgedragen taak te vervullen, gedenken wij het werk dat er u is verricht. Wij verklaren dat u zich tijdens deze ambtsperiode niet hebt misdragen, dat u dat op de vereiste wijze heeft vervuld. Ga dan heen, broeders. Gedenk naar de woorden van Paulus in 1 Korinthe 15 en 1 Timotheus 3, dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere, en dat zij die hun dienst goed verrichten, maken dat zij hoog staan aangeschreven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. Treed dan nu terug, ziende op Hem, die mensen in dienst genomen heeft en neemt. Hem zij alle eer. Amen. Mogen jullie gaan zitten. We zien vandaag de trouw van de Heere dat daar waar er nu lege plekken zijn ontstaan, de kerkraad weer aangevuld mag worden met nieuwe broeders die mogen aantreden. We hadden 2 vacatures over, 8 treden eraf, maar 10 treden er aan. En ik wil graag samen met u, het wordt waarschijnlijk ook op de beamer geprojecteerd, is het formulier daarvoor lezen. Leest u het met mij mee. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, de kerkraad heeft u 2 maal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in deze gemeente verkozen zijn. Omdat niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren.
Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. Ze mogen zich gedragen weten door het woord van de Heere. Voorwaar, ik zeg u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor Christus het behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat zij met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde Gods hoeden, zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijk leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst des Heren en erop toezien dat een ieder naar het gebod des Heren zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Zij moeten de gemeente wijzen op haar roeping, in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen. En over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opziener van de gemeente moeten zij waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer, die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst zijn medeverantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op een gepaste wijze zal gebeuren, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst der diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft de gemeente, naast de bediening van het woord en de sacramenten, het werk van de christelijke barmhartigheid in plaats gehad. Wij lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwen. De diakenen hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de rechte wijze te vervullen. Verder zullen zij zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden verzameld. Ze zullen de gemeente opwekken, barmhartigheid te bewijzen aan de naasten. Zij mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan zij in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Wil ik jullie verzoeken om van uw plaats op te staan en hier voor de preekstoel jullie plek in te nemen. Nu u, broeders Bakker, Boonstoppel, Van Dijkhuizen, Van Ginkel, Kema, Kolen, Van Kruistum, Van Laar, Maljaars en Post, gereed staat uw ambt te aanvaarden,
zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? Ten vierde, belooft u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen, indien u in leer of leven te buiten zou gaan? Wat is daarop uw antwoord voor God en zijn gemeente, broeder Van Laar? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Van Dijkhuizen? Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Post? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Maljaars? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Van Kruisten? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Kolen? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Kema? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Van Ginkel? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Boonstoppel? Wat is erop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Bakker? De almachtige God en Vader, geven u zijn genade dat u in deze dienst getrouw en met zegen werkzaam mag zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop zij als herders van de kudde van de Here recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van de arbeid. En wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. Laten wij nu zo mogelijk staande Psalm 134 vers 1 en 3 zingen richting de aftredende broeders. U mag hierbij komen staan. En ook de nieuw aangetreden broeders.
Aangezien niemand van ons de bekwaamheid hiertoe heeft van zichzelf, willen wij de almachtige God om zijn genade aanroepen, zullen we bidden. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt. Wij danken u dat u ons geschonken hebt, mannen van goede getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verlenen meer en meer wat zij in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht, barmhartigheid, omdat een ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade, dat zij in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te vertragen. Verleen uw goddelijke zegen aan onze gemeente, omdat wij ons aan de goede vermaningen van de ouderlingen onderwerpen en de diakenen met liefde bijstaan in de dienst van barmhartigheid en erend in hun ambt. En we danken u, Heere, dat de kerkraad op dit moment weer voltallig is. We danken u voor wat u ons daarin geeft. Dat het werk ook in dit deel van uw wijngaard voort mag gaan. En geef dan dat we schouder aan schouder mogen beginnen. Schouder aan schouder ook verder mogen gaan. Wetend dat het soms ook ingewikkeld is. Omdat er repeterende punten zijn in onze eigen levens, in de levens van mensen. Als we leven in een wereld vol onrust, als die onrust er ook kan zijn in onze harten, in onze persoonlijke situaties, in onze gezinssituaties. Heere, geeft u ons ook wijsheid om onrecht aan te kaarten, om het ook aan te pakken. Geef ons daar wijsheid in, ook als raad, als we met elkaar over dingen nadenken. Zegent u ons als kerkverband. Heer, we bidden u ook om vergeving voor dat wat we onze naasten hebben aangedaan. Soms juist door iets na te laten. Bewaar ons ervoor dat wij heersen. Of dat wij vastlopen in zelfmedelijden. We bidden u, Heer, gebruikt u ons allemaal met onze eigen talenten en gaven. Verblijd ons, Heer, met wat u ons door uw geest geeft aan de gemeente. Aan de kerk wereldwijd. We bidden u om uw zegen ook over de theologische opleidingen in Apeldoorn, maar ook op andere plaatsen. Breid uw koninkrijk uit als daar gedaan wordt aan vorming, aan theologische inzicht. Heere, wilt u het zegenen. Ieder die hier studeert, hier werkt, hier helpt. Heere, zegent u zo mensen die uitgezonden zijn in uw dienst, op wat voor manier dan ook. De velden zijn wit om de oogsten, Heere. We bidden u of u de arbeiders die er zijn wilt bemoedigen en zegenen. En of u ook nieuwe mensen wilt roepen in uw dienst. Geef het ook degene die misschien in de kerk zitten. Die misschien nog geen grote taak in uw kerk hebben. Maar geef dat ze misschien dat in de toekomst wel hebben. Dat ze nu een periode hebben van ontwikkeling en opbouw. Omdat er een moment komt dat ze ook zelf misschien wel ambtsdrager worden. Of op een andere manier van betekenis mogen zijn in uw koninkrijk. Heer, geef zo dat we mogen zien dat u door blijft gaan met uw werk, totdat u terugkomt. Ja, Heere, zo komen we tot u met ontzag, met eerbied en respect. Wij zitten allemaal op hetzelfde niveau. We zijn zondaren die u nodig hebben. De een ervaart dat dieper dan de ander. De een ervaart dat sterker en de ander die staat daar misschien niet zo bij stil. Maar zo zitten we op ons grondniveau. En we zien op naar u. We danken u, Vader, dat u in uw liefde doorgaat met uw werk. Dat u uw Zoon gegeven hebt. Heer Jezus, dank u wel dat u uw leven hebt gegeven. Maar dat u ook nu voor ons bidt en pleit. Heer, wij danken u dat u met uw geest wilt werken. Ga er ook mee door. En Heer, dan bidden wij u. Denk aan ons. Denk aan ons ten goede. Opdat uw koninkrijk gebouwd wordt, omdat onrecht wordt aangepakt, omdat uw naam verheerlijkt wordt. Ja, denk zo aan ons ten goede, vandaag en ook morgen, de week in, de toekomst in.
Zegen ons zo, ook als onze gaven afzonderen voor uw dienst. Wij bidden u dit en wij danken u dit alles. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Psalm 145, vers 5 en 8. Het is de Heer die het recht der armen, nou dat zagen we net, en der verdrukten gelden doet. Psalm 146, vers 5 en 8.
Straks na de zegen zullen we als kerkraad teruggaan naar de consistorie. Dan sluiten we kort af. En de afscheid nemen en de nieuw aantredende broeders zullen vervolgens hier voor de preekstoel hun plaats innemen. Dan kunt u ze de hand drukken. Ontvang dan nu biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.